Goedemiddag allemaal, welkom in het gemeentehuis van Aalburg. Allereerst allemaal nog de beste wensen voor 2015. En ik hoop voor u dat er ook weer heel veel mooi nieuws mag komen. Dan kunt u ook allemaal weer volop dit jaar aan de slag. U bent uitgenodigd voor de persbijeenkomst. Er zijn afgelopen week wat verzoeken gekomen van de media om de burgemeester te spreken. We hebben dat allemaal even afgehouden. En daarom vanmiddag een persbijeenkomst belegd hier in het gemeentehuis. Waar burgemeester Natrop zo meteen een toelichting zal gaan geven over de ontwikkeling met betrekking tot oud en nieuw. En dan bijzonder in Veen. En daarna krijgt u ook nog gelegenheid om vragen te stellen. Ik geef nu graag het woord aan burgemeester Natrop. Dankjewel Kees voor deze introductie. Ook van mijn kant, we hebben elkaar net allemaal de hand gedrukt. De beste wensen toegewenst. Nogmaals, een gelukkig nieuwjaar en heel gezond 2015 aan jullie allen. Fijn dat jullie in de gelegenheid zijn om toch hier te komen op dit tijdstip. Ik hoop allemaal een beetje de ogen uitgewreven. Na deze toch voor iedereen lange nacht altijd alweer. Oud en nieuw is altijd een lange nacht. In zijn algemeenheid wil ik een paar dingen benoemen. En zo dadelijk graag ingaan op jullie vragen. Ben ik blij dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen in de hele gemeente Aalburg. En de korpschef die heeft ook een persberichtje opgesteld. Daar verwijs ik graag naar. Die zal in deze dagen, in deze momenten ook wel naar buiten komen. Maar behoudens enkele kleine incidenten is ook de aanloop naar oud en nieuw in onze gemeente goed en rustig verlopen. Daar ben ik blij mee en waardeer dan ook dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid hebben opgepakt en daar een bijdrage in hebben verleend. De voorbije jaren was er al een kentering te bespeuren dat inwoners uit Veen zelf een contact opzoeken met de politie. Enerzijds vindt men dat de aanwezigheid van politie niet nodig zou moeten zijn. Anderzijds begrijpt men ook dat het binnen de gegeven omstandigheden ook noodzakelijk is dat de politie aanwezig moet zijn en dat er wordt ook een meerderheid gewaardeerd. Ook hier een punt van dat ik zeer waardeer dat alle vrijwilligers zich ingezet hebben in de verschillende dorpen om de festiviteiten te organiseren voor onze burgers met oud en nieuw. En zij die dat ook als een mooie gebeurtenis ervaren. En dat is ook in Veen allemaal goed en sfeervol verlopen. Daarvoor mijn oprechte dank naar al die vrijwilligers. Dank ook aan alle hulpverleners. Bijzonder de politiediensten, de brandweer en openbare werken die zich weer optimaal ingezet hebben ten dienste van de gemeenschap. Waardering is in algemeenheid ook voor de uitbaters van de horeca en zij die feesten georganiseerd hebben voor de jeugd. Complimenten voor het verloop daarvan. En waardering ook voor mij voor zij die wat verder afstaan van de georganiseerde feesten. Dank voor het respect dat opgebracht is om een en ander zonder noemenswaardige incidenten te laten verlopen. Ook mooi dat een aantal jongeren het initiatief heeft genomen om een deel van de schadevergoeding beschikbaar te stellen aan het hospice in Waalwijk. En ze actief ingezet hebben om het bedrag te vergroten. Ook dat is Veen, ook dat mag gezegd worden. Ik heb vanmorgen nog even met Johan Vos proberen contact op te nemen om zijn uitkomst ook mede te geven, maar hij was denk ik nog niet helemaal boven water. Maar die zal dat zeker nog wel melden, denk ik, naar jullie toe. Ten aanzien van de aangehouden ex-verdachte van de nacht van 30 op 31 december 2013 wil ik nog graag een misverstand ook wegnemen. En ik stel het op prijs om dat ook hier te doen. U mag van mij geen algemeen excuus verwachten. Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid van alle inwoners in onze gemeente en niet alleen voor de groep van 100 ex-verdachten, maar ik heb wel een boodschap voor deze groep. Ik ben ervan overtuigd dat praktisch alle inwoners van Aalburg het vreemd zouden vinden als ik een breed excuus zou geven aan alle betrokkenen, inclusief de relschoppers van die bewuste nacht. Het OM heeft afgelopen week duidelijk gemaakt dat het excuus alleen geldt voor hen die echt niets gedaan hebben en dat het excuus dus niet geldt voor de relschoppers waar hij het bewijs niet van rond heeft gekregen. En wie dat zijn geweest, weet alleen de groep zelf. Zij die echt niets gedaan hebben, weten ook dat het excuus voor hen bestemd is. Want laten we niet vergeten, het belagen van 12 politieagenten die gewoon hun werk deden en ook aangifte hebben gedaan van wat hen is overkomen, daar begon het allemaal mee.
En in die context, zoals door de hoofdofficier van justitie is uitgesproken en toegelicht, sluit ik mij aan en vanuit mijn positie en verantwoordelijkheden. Cruciaal was of de genomen beslissing van de politie om 101 potentiële verdachten aan te houden, vervolgens af te voeren en voor 3 nachten op te sluiten, of die beslissing proportioneel was. De rechter zou daar een oordeel over moeten geven, maar de rechtelijke uitspraak is er nooit gekomen, omdat uiteindelijk het OM in overleg met de advocaat tot de schikking is gekomen. Daarmee is de zaak afgedaan en aangetoond dat het aanhouden op zich niet verkeerd was, maar de vervolgacties niet proportioneel zijn geweest. En dat is ook onze rechtsstaat om die schuld te erkennen en daarvoor ook excuus aan te bieden. Ik heb aangegeven blij te zijn dat die overeenstemming uiteindelijk is gekomen. In oktober heb ik het Openbaar Ministerie al het verwijt gemaakt dat ik het onverantwoord vond dat inwoners uit onze gemeente zo lang in het ongewisse moesten leven. En ik heb continu achter de schermen druk uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om snelheid te betrachten in belang van de getroffen inwoners. En ik vond het dan ook heel goed dat het OM de schikking onderbouwde met een erkenning en betekenis geven aan de bijzondere omstandigheden. De uitkomst van de schikking moest door het OM als verantwoordelijke in deze eerst worden toegelicht. En ik snap heel goed dat de mensen denken van nou, waar is de burgemeester dan? Maar op dat moment was er geen plaats voor. We hebben dat samen met de politiechef en OM ook besproken, met z'n drieën in de zogenaamde driehoek. En het beste geoordeeld dat eerst door het OM naar de direct betrokkenen, samen met de advocaat, ook een bijeenkomst zou worden belegd om een en ander toe te lichten. En het is een beetje tegen mijn natuur in om daar niet te zijn, maar ik heb me daar ook laten overtuigen dat het beter is om dat zo ook te doen. En ik sta er ook nog steeds achter. Want dat moest eerst ook een plaats krijgen. De verantwoordelijke in deze, het Openbaar Ministerie, moest die toelichting geven. En in die context, zoals daar door de hoofdofficier is aangegeven, sluit ik mij ook aan in de verantwoordelijkheden. Onderstreep zijn woorden ook. Misschien nog iets ook ten aanzien van het afgelopen jaar. Wat heb je nou gedaan ook als burgemeester? Wat heb je nou in de actiestand nog gedaan? Ik heb diverse gesprekken gevoerd naar aanleiding van 30 december 2013. Ook de gelegenheid gegeven aan ex-verdachten om daar ook hun verhaal te houden. Maar ook gesprekken gevoerd met diverse verantwoordelijke organisaties uit Veen, zoals de kerken, de voetbalclub, om een beroep te doen op hen om enerzijds hun collectieve verantwoordelijkheid te nemen en anderzijds ook een beroep te doen op hun eigen netwerk. Om hun eigen kinderen te weerhouden om als sensatiezoeker, meeloper in een strafbladcircuit te komen. Dat appel heb ik nadrukkelijk op die maatschappelijke instellingen gedaan. Daarmee hoop je de groep klein te houden en de sensatiezoekers op afstand te houden. Zoals eerder aangegeven, ik wil dat toch hier graag ook herhalen, ik blijf openstaan voor een gesprek met een groep die iets anders wil. En ik wil ruimte blijven geven aan een eindejaarsfeest dat past bij het gevoel van de inwoners van Veen. Een activiteit die recht doet aan wat inwoners van Veen willen, maar dan wel binnen het kader van regels hoe we als samenleving met elkaar omgaan. En ik vond het te kort dag nadat de hoofdofficier zeg maar uitsluitsel gaf, ook naar de ex-verdachte, om dan nog iets op poten te zetten, om dan nog iets actie te ondernemen. Vandaar dat ik het beter vond om even in de reflexstand te gaan zitten en vandaag pas ook daar iets over te melden. Maar nogmaals, ik denk dat het dit jaar ruimte moet bieden om ook weer naar het volgend jaar te kijken, om met mensen aan tafel te gaan, om de dialoog te blijven opzoeken. En ik denk dat al met al het ook een positief iets is geweest wat er uiteindelijk gebeurd is. Want het heeft ook altijd weer zijn positieve werking. En dan doel ik hierop dat de echte welschoppers, daar kun je moeilijk mee in gesprek komen. Maar er zit in Veen ook een grote groep, zeg maar, stokers die het stoken van auto's een warm hart toedragen. Mensen die daar toch altijd gevoelig voor zijn. En ik denk dat steeds meer en meer, en dat merk je ook uit contacten met de politie, dat men best van overtuigd is van ja, zoals het in het verleden ging, waarmee de escalaties van meerdere auto's op elkaar, dat kan absoluut niet.
Maar die groep die daar toch een warm hart voor heeft, daar wil ik graag mee proberen in dialoog te komen. Om te kijken hoe kunnen we een eindejaarsfeest hebben wat op een andere manier zou kunnen, maar toch pas in de regels van de rechtsstaat. Ik laat het hier even bij en wil graag u de gelegenheid geven ook om vragen te stellen. Dankjewel. Ja, wie van u heeft er vragen? Ja, ga op gang. Ja, daar kan ik wel iets over aangeven. Wat ik vanmorgen nog even via een mutatie van politie heb meegekregen, is dat er het feest op de kruis is gewoon heel rustig verlopen. In de voornacht is er een autobanden opgestookt in de Begijnhof. Er is een auto ook opgestookt bij de Grote Straat. Dat is allemaal in goede banen geleid. De wijkagent is daar in gesprek gegaan met degene die daar omheen stonden. Er is ruimte geboden om de brandweer om het gewoon te blussen. En openbaar werken heeft het gewoon netjes afgewerkt en opgehaald. En in de vroege ochtend is er vanmorgen een caravan nog in de fik gegaan. En nou, ook dat is verder zonder incidenten verder verlopen. Dus dat is eigenlijk het wat er opgehaald is van de afgelopen periode. Zeker ook de aanloop naar oud en nieuw. Als je dat vergelijkt met andere jaren, is het toch regelmatig voorgekomen dat de auto's opgestookt werden. Dat is niet het geval geweest. Dat is toch jaren geleden geweest dat het zo is gebeurd. Dus daar zijn we op zich blij mee. En ik denk dat dat toch ook wel bijdraagt aan een feestelijke bijeenkomst. Ik ben op zich tevreden over de afgelopen dagen. Het is naar omstandigheden gewoon goed verlopen. Ondanks het feit dat ik het enerzijds betreur dat er toch zoveel politie nog nodig is. En ik hoop dat de komende jaren te kunnen en mogen afschalen. Maar tegelijkertijd hoor je ook van bewoners dat men het ook heel erg op prijs stelt. Dat die politie er is en dat die afzetting er is. Maar eigenlijk zou dat niet moeten. Je moet dat heel zachtjes aan proberen af te schalen. En daarom ook mijn oproep om in dialoog met elkaar te blijven gaan. En te kijken hoe je toch tot een alternatief eindejaarsfeest kunt komen. U heeft het nu over de politieinzet. Ik hoorde gisteravond ook een hoop inwoners, met name de jongeren, zeggen. Juist die politieinzet, die enorme politiemacht, maakt dat wij dit dus uitlokken. Daardoor willen wij juist stoken. Ja, ik begrijp dat een zekere agressie opwekt. En dat moeten we ook heel nadrukkelijk voorkomen. En de politie heeft ook allemaal de opdracht meegekregen, ook in de briefing vooraf. En dat is ook landelijk beeld. Deescalerend optreden, niet uitlokken. De politie is ook niet met helmen op of ME-uniformen op pad geweest. Hè. Dus echt ook een low-profile. En ook geprobeerd om het contact te zoeken met de bewoners. En dat is ten opzichte van de afgelopen jaren gewoon een pluspunt ook geweest. Dat ik terughoor van politieagenten dat heel veel inwoners ook met koffie kwamen aandragen. Dat ze het gesprek aangingen met de politie. En dat is toch wel eens anders geweest. Dus er is een steeds grotere groep die ook het contact zoekt met de politie. En dan mag je ook van de politie verwachten dat ze daar niet in een agressieve manier in optreden. En dat is aardig gelukt, denk ik. Maar het massalere, het grote aantal, ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar nog moeite mee hebben. En dat moeten we inderdaad afschalen. Ja, daar ga ik geen mededelingen op dit moment over doen. Daar zijn afspraken over geweest om dat in de voorbereiding goed te doen. Je moet dat zo zien, maak het niet groter dan het is. Als het nodig mocht zijn, dan kun je opschalen. Daar gelden alle scenario's voor. Dat zijn afspraken binnen Midden-West-Brabant gemaakt. En ja, dat is een stukje afstemming die daarin plaatsvindt. Ja, dat is net op die kruising naar de Coletstraat toe, zeg maar, naar dat nieuwe wijkje toe. En bij de hervormde kerk, daar heb ik begrepen dat daar een auto, dus het is een beetje op die kruising geweest. Maar het is dezelfde autobrand. Ja. Dat zijn de drie incidenten die geweest zijn. Ja, dat zijn de incidenten geweest, ja.
Ja, ik weet niet of het de allereerste keer is, maar ja, je ziet natuurlijk een samenloop van een aantal omstandigheden. Er is wat extra politie-inzet geweest, die gewoon patrouillerend de dagen ervoor, zeg maar, bezig zijn geweest. Maar je ziet ook de combinatie van modernere apparatuur ook. Hè. Je werkt tegenwoordig, en dat is niet alleen hier, hè, maar breed met sapcams, noemen ze dat, hè, dus camera's op de uniformen. Maar ook warmte-initiatieven, zeg maar, apparatuur die dus kan zien als iemand buiten de auto komt en zich probeert achter de bosjes of in de bosjes te verschuilen, dan kan men met warmtebeelden mensen opsporen. En dat soort technieken worden steeds meer toegepast. En daardoor is deze man ook opgepakt. Nou, dat gaf ik aan. Kijk, in de aanloop naar Oud en Nieuw hebben we dus wel politie extra ook ingezet om te patrouilleren en te kijken van waar zijn eventuele ook stookouders die opgeslagen zijn, dat je daar toch alert op bent. Nou, dat heeft toch zijn vruchten afgeworpen. Nog meer vragen? Ja. Hoe heeft u naar de jaren zien toegelegd, de dagen daarvoor? Was u zenuwachtig of gespannen wellicht? Nou, nee, kijk, op zich... Je bent een beetje routinematig inmiddels al mee bezig. Hè? Het is niet de eerste keer. We zijn goed voorbereid. Samen met een stuurgroep, zeg maar, die zich daarmee bezighoudt. Met politie, brandweer, OM. Eigen mensen van onze gemeente. Proberen we een aantal scenario's voor te bereiden. Dat het op een professionele manier ook voorbereid wordt. En dat geeft gewoon een goed gevoel. Dat je wat er ook gebeurt. Kunt inspelen op elk scenario wat zich eventueel zou kunnen aandienen. Dus dat gaat met een zekere professionaliteit. En natuurlijk ben je in de aanloop best kijk je van, nou ja, hoe loopt het? Hè? Gaat het goed verlopen? Want het is natuurlijk in het belang van je eigen inwoners dat mensen niet beschadigd worden. Hè? Dat op de een of andere manier toch het verstand toch gebruiken en daar de juiste dingen doen. Op een gezonde manier ben je altijd gespannen. Op een professionele manier ben je gespannen. Je moet alert zijn, je moet er bovenop blijven zitten en je moet goed blijven communiceren. Als je dat met gespannenheid, maar niet in de sfeer van dat je dan nou heel doodzenuwachtig bent, dat ben ik absoluut niet. Nee. Oké, nog meer vragen? Ja, nou, ik zie het niet als een dreigbrief, dat is een intimiderende brief. En dat soort zaken geef je dan in handen van de politie. Je weet dat er dingen gebeuren. Ook daar ga je professioneel mee om. Het ligt er niet wakker van. Dat zijn dingen die tegenwoordig heel jammerlijk genoeg gebeuren in het openbaar bestuur en waar dan ook. En als er dat overkomt, dan geef je dat netjes in handen van professionele instanties zoals de politie. En die gaan daar onderzoek in doen en wacht ik daar rustig af. Nou, wat ik als signalen binnenkrijg, neemt men daar echt ver afstand van. En natuurlijk zal altijd een kleine groep zijn die dat leuk vindt of mooi vindt. Maar dat is echt een hele kleine groep. Daar ben ik echt van overtuigd. Oké, nog meer vragen? Nou, dat laatste verwacht ik niet. Men is volop bezig natuurlijk als politie om het bewijs te verzamelen. En daar treed ik verder nu niet op in. Men is daar dan volop mee bezig. En het wordt voorgeleid. En dan de normale procedure aan de rechtercommissaris. En die geeft dan aan, wordt het verder voorgeleid naar. Dus dat is gewoon een normale procedure die ervoor geldt. En de politie zal daar altijd, als je dat wilt, nader toelichting op kunnen geven. Ik weet alleen wat u ook weet vanuit de politiebericht. Dus daar sluit ik me gewoon even bij aan. Heeft u dit jaar met uw cultuur in veranderd? Met alle maatregelen en alles wat er is gedaan om dit dan meteen te gaan?
Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Kijk, we hebben de afgelopen 4, 5 jaar al een cultuur in gang gezet om meer de dialoog te zoeken. En dat heeft ook resultaat gehad. Hè. Het is op het kruis en wordt er een feest georganiseerd al 5 jaar lang. En je probeert daar dan degene die daar dan niet echt voor geporteerd zijn, dan toch ook een zekere clementie te betrachten. Hè, door af en toe, als er dan een auto in de fik gaat, nou oké. Okay. Juist ook die media-aandacht, daar is men in VN niet van gediend. Dat maakt het ook vaak groter. Hè. Je ziet ook een grotere aantakkerskracht, en dat wil ik ook nog eens een keer onderstrepen. Door alle sociale media, hè, van mensen van buiten, daar wordt het ook groter gemaakt. En dat is jammer. Ik snap jullie werk, hè. Dat is geen verwijt. Maar daarmee wordt het wel groter gemaakt. En daarmee, dan heb je een proces wat je in gang zet. En je probeert dat dan door te zetten. En dan komt er zo'n incident. Een grof incident, zeg ik dan maar even, van vorig jaar, van 30 december 2013. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten, hè, want dat gaat juist tegen je beleid in. Nou, dat is gebeurd en daar hebben we het net nodig over gehad en daar is ook over gesproken. En nu pak je de draad verder op. Het heeft in ieder geval van mij geen aanleiding gevonden om het enige evenement wat zich heeft aangediend, hè, vanuit de gemeenschap, om daarvan te zeggen, nee, dat doen we dus niet. En dat is gelukkig ook goed verlopen en positief verlopen. Maar nogmaals, ik sta open voor andere aanvragen die zich aandienen. Want er is een groep die toch op de een of andere manier het stoken een invulling willen geven. Maar de cultuuromslag is al jaren bezig, maar die groep die blijft nu al bestaan. Ja, maar ik gaf net aan dat ik zie en dat onderscheid ook wil maken tussen een echte groep die berust is op rellen. Nou, die groep, daar communiceer je gewoon heel lastig mee. Maar dat er een grotere groep omheen zit die het stoken warm hart toedraagt, om het zo uit te drukken. En die groep, die zie je ook bij maatschappelijk, zeg maar, bij voetbalclub, anderszins ook een positie innemen. Die ook aangeven van dat het helemaal uit de hand gaat lopen en dat dus auto's op elkaar, dat kan niet meer. Dat willen we ons van distancieren. En ik hoop dat dit jaar, dat we met die groep nou eens ook in conclaaf kunnen komen. Dat we die eens aan tafel kunnen krijgen om daar, mogelijk voor volgend jaar, hè, voor het komend jaar moet ik alweer denken, om daar dan ook mogelijk afspraken mee kunnen maken. Maar ik hou alles open. Ik ga dialoog, blijf ik aangaan. Dat is mijn insteek. Heeft u iets bereikt al? Nee, er is nog niks bereikt. Nee, dat is natuurlijk ook veel te vers. Is het ook, wanneer is het geweest? 2 weken terug, of 1,5 week terug, is dat naar voren gekomen over die 100 ex-verdachten. Nogmaals, ik betreurde het zeer dat dat zo laat moest gebeuren. Maar wel het feit dat het er kwam, eindelijk, zeg ik dan. En dan moet je niet in die hele korte tijd dan, want daar is men nog, daar toch nog volop mee bezig, om daar dan al te denken, hoe kan ik nu afspraken maken? Daar is men niet mee van gediend en dat snap ik ook heel erg. We wachten het de komende jaar gewoon af. Oké, dan voor de laatste vraag. Ik heb er nog twee. dan de twee gehad. Clementie, één auto moet kunnen. U zegt, ik ben tevreden over de afgelopen dagen. Ik heb me wel verbaasd eigenlijk dat er wegversperringen zijn. ME-busjes, ontzettend veel politie. En toch lukt het weer om die auto's in de fik te zetten en een caravan. Nee, daar sta ik niet zo van te kijken. Kijk, je moet zo zien dat de cultuur in het verleden was om op het betreffende kruis één of meerdere auto's op te stoken. Daar wilden we van af. En die cultuur is 5 jaar geleden al omgebogen, dat op Oud en Nieuw, dat daar een comité Oud en Nieuw, inwoners uit Veen, een initiatief neemt om daar een evenement te organiseren. Daar hebben we toen lang over nagedacht, hoe ga je dat op een veilige manier doen? En dan moet je, ik zeg bewust, het is een evenement. Een evenement moet je faciliteren als overheid en dan moet je ook beschermende maatregelen treffen. En als je die traditie van daarvoor dan daarbij betrekt, dan is het noodzakelijk om toch die barriers op te zetten en daar gewoon een veilige manier ook dat feest te kunnen organiseren. Maar eens een auto is dus geen probleem. Nee, dat zeg ik niet. Nee, kijk, op dat kruispunt wil je voorkomen dat er dus een auto in de fik gaat. En dat is noodzakelijk om die barriers te hebben. Dus dat evenement wordt daarmee gefaciliteerd dat dat feest goed kan verlopen. Dat er buiten omheen, zeg maar, een auto dan opfik, dat betreur ik zeer, dat keur ik ook af. Dus ik zeg ook niet dat ik dat accepteer en zeg van dat ik dat goedkeur. Maar daar kijk je dan
Is de openbare orde en veiligheid dit geding? Kun je daar deescalerend mee optreden? Wordt het mogelijk gemaakt dat politie, brandweer toch normaal zijn werk kan doen? Nou, dat is aan de orde geweest. En zeker in de vooravond wat daar geweest is. Daar is een wijkagent op afgestapt en die heeft daar toch ook in goed overleg met betrokkenen de rust kunnen bewaren. Nou, dan denk ik, nou prima zo. Ja, maar dan zeg ik toch, ja, maar goed, je kunt dat natuurlijk heel erg groot maken. Hè? Maar dan ga ik het even heel naar heel Brabant en heel Nederland kijken. En dan kom ik toch ook wel even op voor al diegenen die, ja, die zeggen, ja jongens, nu wordt er heel erg de focus op Veen gelegd. En daarmee wil ik het nogmaals niet bagatelliseren, want het is en gebeurt, maar in verhouding tot moet je het ook niet groter maken. Hè? Dus als je weet dat daar dus een cultuur zit, en er gebeurt dan zo'n auto in de fik, dan kan ik daar natuurlijk heel erg op focussen en dat heel erg afkeuren, een heel erg vingertje omhoog, zo zit ik niet in elkaar. Het is goed verlopen, oud en nieuw is goed verlopen, feest is netjes verlopen, en dat daar dan een auto omheen, dat betreur ik, keur ik ook af. Maar dan zeg ik, nou ja, het is zo verlopen zoals het verlopen is. En ik hoop dat het volgend jaar niet meer gebeurt. Maar goed. Oké, je had nog een laatste vraag. Ja. Het was inderdaad over, u zei, een aanzuigende werking van buitenaf. De jongen die is opgepakt van het Zaltbommel. Dat is nog een jongen uit een bos. Is het inderdaad nu dat een, ja, welschop is gewoon van buitenaf extra heen komen? Nee, ja, dat heb ik absoluut niet de indruk. Dat zat natuurlijk best een zekere zorg ook al vast, maar dat is zeker niet het geval. Die jongen die komt uit Brakel, hè, dat is net aan de overkant hier van de Afgedamde Maas, gemeente Zaltbommel. Die jongen is uit Den Bosch, dat weet ik verder niet, maar dat zal misschien een vriend of zo zijn. Maar het is niet zo dat een hele groepen uit buiten de gemeente Aalburg hier naartoe komen. Daar geloof ik niet in. Oké. Okay. Dan sluiten we denk ik hiermee de persbijeenkomst af. Dank u allemaal voor uw komst. En wens u allemaal nog een hele fijne. En daar sluit ik me graag bij aan.